De derde advent vieren wij vandaag. Ik wil u het evangelie voorlezen van deze zondag, de derde advent. De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag, wat moeten wij doen? Johannes gaf hun ten antwoord, wie dubbele kleding heeft, laat hij delen wie niets heeft. En wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei hun, niet meer vragen dan voor u is vastgesteld. Ook soldaten ondervroegen hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij antwoordde, niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij. Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord. Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan heeft hij in zijn hand om zijn dorstvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de blijde boodschap. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Broeders en zusters, wat moeten wij doen? Enkele jaren geleden vond ik net op weg naar huis, op de parkeerplaats waar ik toen werkte, biljetten van 50, 20 en 10 euro. Hoewel de biljetten waren voorzien van nummers, was de bezitter niet in beeld. Ik nam dus de biljetten mee naar huis. Een dag later ging ik op zoek naar de bezitter en stuurde een e-mail naar degene die ook gebruik maakten van de parkeerplaats. En zie, één van hen die de biljetten kwijt was geraakt, wist ik op te sporen en het geld weer terug te geven. Ik was met name blij, want de zoektocht was heel kort en ik hoefde mij niet meer druk over te maken met dat geld dat hij niet van mij was. De bezitter was blij, want hij was zich op dat moment nog niet bewust dat hij dat geld kwijt was geraakt en het nog niet wiste. Mij gaf het een goed gevoel om iemand van dienst te zijn geweest, iemand die ik niet kende. Johannes liet zich door God roepen en diende hem door de komst van zijn zoon aan te kondigen, die hij zelfs voor de doop niet persoonlijk kende. De mensen zagen in Johannes iemand die eventueel de Messias had kunnen zijn. Maar Johannes was eerlijk en zei dat hij het niet was. Maar net als Johannes waren de mensen gelovig. Zij wilden wel weten wat zij goeds konden doen in de ogen van God. En men mag hierbij niet vergeten dat het geen gemakkelijke tijden waren geweest voor hen. De levensomstandigheden waren niet gemakkelijk en soms heel gevaarlijk, want de bezetters, de Romeinen, waren in hun land aan de macht. Johannes gaf hen tot antwoord dat men goed met anderen om dient te gaan, door te helpen als iemand in nood is, door zijn werk trouw te doen en niemand schade toe te brengen, ook als een gelegenheid zou zijn. Als men in de ogen van God goed met elkaar omgaat, hoeft men God niet te vrezen. Want we leren ja hoe God zelf is en dat ook Hij goed met ons omgaat. Als u dus in de ogen van God goed met elkaar omgaat, hoeft u niet bang te zijn voor God en over het lot voor degenen die dit niet willen doen. Amen.